Nederland-Rusland. Nederland tegen Rusland in Frankfurt. Het is Boris Koltsov die als eerste naar de hockey loopt. Hij is terug hier in Frankfurt. Maakte vorig jaar ook deel uit van Team Rusland. Toen samen met Alexei Kadovnikov. En ook dit koppel staat er weer. Voor Nederland en dat is inmiddels de vierde keer op rij. Van Barneveld, immer aanwezig geweest op de World Cup. Eerste jaar samen met Koos Tompé. De overwinning ook gepakt toen nog in Engeland was het toernooi. Ja, daarna met Vincent van der Voort, de halve finale. Toen kwam 2013, toen was Finland de tegenstander in de tweede ronde. En dat werd een verrassende overwinning voor de Finnen. Maar ze haalden wel even hun revanche in 2014 voor Barneveld en Van Gerwen. Met onder andere een gemiddelde van 117,88 in de halve finale tegen Noord-Ierland. En uiteindelijk ook de toernooiwinst. En dan vorig jaar de verloren halve finale tegen Schotland. Goed, deze man is er nu nieuw bij op de World Cup, Alexander Oreshkin. Maar hij is natuurlijk niet nieuw voor ons, want we zagen hem al op het wereldkampioenschap, Jacques. En dan maakt hij het ene Mervyn King ongelooflijk lastig. Ja, ik ga 2-0 voor in sets tegen Mervyn King. Die wedstrijd had hij echt wel kunnen winnen, maar hij hield het niet vol. Die wedstrijd duurde te lang. En Boris Koltsov, ja, ik heb het een paar jaar geleden al gezegd, dat is een man om voor op te passen. Dat is echt een goede speler, die heb ik echt wel hele goede wedstrijden zien gooien. Is van niets of niemand onder de indruk. En hij heeft ook nog eens een goede karakter daarbij, het is echt een character. Veel expressie in zijn spel. En wat ik al zeg, wat een goede speler. Kijk, zie je alles wat hij doet. Er zit expressie in, 2x140 heeft hij voorlopig gegooid. En in de eerste leg wordt Nederland voorlopig even zoek gespeeld. Triple 19 is al gegooid. Triple 20 en bullseye. We zouden nog achteraan kunnen. Oreshkin neemt iets meer tijd dan Koltsov. Ja, dat maakt het ook lastig. Hè? Je komt dus tegen twee spelers die een volledig ander ritme spelen. Waardoor je de ene leg speel je achter Oreshkin. En wordt er wel even verteld dat hij eerder van de hockey af moet stappen. Ja, hij geeft het ook wel even aan Koltsov door. Hij neemt voor alles de tijd, Oreshkin. 99. Russia require 50. Dubbel 16 voor Koltsov. Dubbel 8. Ja. Dilek is gewoon in 15 darts voor de Russen. Van die goede eerste beurt van Gerwen dan toch weer flink tegen. Stilte
de eerste speler die ik met een zonnebril over zijn eigen bril heen zie spelen, volgens mij. Dat dacht ik te zien. Zit er een soort tekening in dat glas van die bril? Ja, het is een. Het is niet een bril over een bril. Oké. Okay. Er zit een profieltje in het glas, inderdaad. Ik ben blij dat ik voor Oreskin in ieder geval niet de spothoofd te zijn. Ik zie natuurlijk helemaal niks waar ze over aan het doen gaan. Daar bestuur je toch de camera's voor een deel op. Jaar deze Oreskin, een stukje ouder dan zijn koppelmaat Koltsov. Die is pas 27. 125 voor Nederland. Enkele bol begonnen, triple 20 en tops. Niet gegooid. Maar de Russen zijn deze keer een stukje weg. En van Gerber laat dubbel 10 staan voor Van Barneveld. Voor 1-1. Dat gaat heel gemakkelijk. Eén keer overleed Rusland de eerste ronde. Dat was de allereerste keer in 2010. En dat was toen bovendien met een dame erbij. Anastasia. Anastasia Dobromyslova, die toen samengooide met Roman Konchikov. Daarna was Rusland er 2 jaar niet bij. De laatste 2 edities niet verder gekomen dan de eerste ronde dus. Ja, de PDC is in Rusland ook aardig aan de weg aan het timmeren. Daar is ook inmiddels een soort tour begonnen. En weer loopt Oreskin te ver op de okkie terug voordat hij er vanaf stapt. Je moet zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk langs de scheidsrechter heen eraf stappen. Ik heb geen idee hoe goed het Engels van Alexander Oreskin is. Koltsov spreekt het een klein beetje, weet ik. En zo probeert de PDC langzaam maar zeker niet alleen verschillende gebieden te verhogen, maar ook verschillende leeftijdsgroepen. Dat hebben we ook al gezien met die jeugdtour, die challenge tour. Nu dan ook met de groep daaronder zijn ze nu ook al aan het beginnen. 10 tot 18-jarigen zijn ze nu ook toernooien voor aan het organiseren, in Groot-Brittannië met name. Het is toch wel een ontwikkeling waar zij zich ook mee bezighouden. Maar met name het ontwikkelen van nieuwe gebieden. Nou, nu loopt hij redelijk snel ervan af. Het is nog steeds, denk ik, niet helemaal naar de zin van Russ Bray. Rusland onder druk. En geen triples gegooid door Koltsov. Dan heeft Nederland het initiatief te pakken. Moet Van Gerwen hem goed wegzetten voor Van Barneveld. 95. Van Barneveld nog even aanmoedigen op de weg terug. Zie, hij loopt heel ver terug. Nog altijd op die hockey. Alexander Oreskin. Bolzuiver voor Van Barneveld. Kies daarvoor om gewoon weg te zetten. Ja, goed, dan had hij met zijn tweede pijl niet voor de 18 hoeven gaan. Maar goed. Maakt allemaal niet uit. Van Gerwen 3 pijlen voor dubbel 16.
Voor de break. Ja, met de laatste pijl lukt het Van Gerwen om het af te maken. En zo ligt het voordeel nu bij Nederland. Het is in zo'n kort format natuurlijk wel meegenomen als je aan zo'n wedstrijd mag beginnen. Nou ja, ze hebben de boelen waarschijnlijk dus verloren in Nederland. Dat kan niet anders. Ja, je kan het ook winnen en het weggeven, maar ik kan me dat bijna niet voorstellen. In het korte format. Dat risico zou ik sowieso niet nemen. Het WK droeg hij nog een sjaal of zo. Gewone bril. Als we het over de brillen hebben. Ja. Met een mooie zilverkleurige montuur. Het is echt niet handig voor de cameramensen dit hoor. En kijk, ja, nog een keer wordt hem uitgelegd. Kijk, nu gaat Koltsov het hem ook proberen uit te leggen. Want hij stoort de Nederlanders gewoon in hun ritme. Die kunnen niet naar de hockey toe, want dan loopt die Russen in beeld. Ja, dit probleem heeft hij toch niet op het WK voorgedaan. Kan me niet herinneren. Nee, maar toen speelde hij tegen King. Hè? En King staat helemaal aan de andere kant van de hockey. De beide Nederlanders staan allebei rechts. Kijk, Van Barneveld staat bijna tegen de rechterkant van de hockey aan. Van Gerwen staat ook rechts van het midden. Dus dan zal King er ook geen probleem van gemaakt. Nee, precies. Die maakt het niet. Voor hem is het geen moeilijkheid. En ik denk echt niet dat hij het expres doet. Nee, dat lijkt me ook niet. Nou, misschien moeten ze met wat tape even zo de route op de vloer plakken. Ja, zoals je in een ziekenhuis ook hebt. Dat je volgt de rode lijn. Van die voetjes. Nou, nu loopt hij inderdaad goed weg. Dat was waarschijnlijk uit beleefdheid dat hij niet tegen Russ Bray wilde aankomen of zo. Hoe dan ook. Het wordt hier nog geen 3-1. Nou, Koltsov, het kan niet met 144. Hij begint goed. Het vervolgens minder. Maar het laatste is wel weer goed, dus Van Barneveld mag geen fouten maken. Nou, doet hij ook niet hoor. En Nederland heeft ervoor gekozen om Van Gerwen dus te laten beginnen. Dat mogen de teams zelf bepalen. Die keuze is misschien in de koppel niet zo heel belangrijk. Alhoewel, je moet het ook niet onderschatten. Maar in de singles wordt het natuurlijk wel interessant. Kijk, je kunt natuurlijk altijd maar met Van Gerwen beginnen. Maar daar kan een tegenstander zich dus wel op aanpassen. Iedere wedstrijd mag vooraf bepaald worden door het team in welke volgorde ze gooien. Dus je kunt single 1 of door Van Barneveld of door Van Gerwen laten spelen. Maar dat kunnen de tegenstanders ook. Maar je weet het niet van elkaar. Je weet het niet van elkaar. Geen idee of daar teams mee gaan spelen in de aankomende dagen. Vanaf zaterdag natuurlijk. Want dan gaan we niet meer koppelen. Dan gaan we twee singles spelen. En alleen als het 1-1 is gaan we een koppel spelen. Beetje à la Davis Cup tennis. Als Van Barneveld en Van Gerwen hier de overwinning uit het vuur slepen, dan gaan ze in de tweede ronde spelen tegen het Filipijnse duo Ulang en Tagarao. De mannen die toch wat verrassend Amerika ervan afgooiden eerder vandaag. Ja, goed, dan twee singles spelen. Ik kan me niet voorstellen dat Nederland zich dan laat verrassen. Een koppel zou het kunnen, maar individueel lijkt me wel sterk. Dat is ook een beetje het nadeel van dit systeem waar hierin gespeeld wordt. Het is niet helemaal voor niks natuurlijk dat Nederland en Engeland alle titels nu te gewonnen hebben. '81.
Russia require 100. 100 voor Rusland om de eigen lek te houden. Koltsov. Naar Tops. 80. Dan mist hij er twee. Nederland to require 87. Daar is weer even een gesprekje tussen Koltsov en Rus Bray. Rus Bray is niet helemaal blij met de Russen, heb ik het idee. Nou ja, goed, hij kolt AT en het was AT, toch? Hier is Van Gerwen en hier is de gemiste dubbel 5. Russia required 20. Hij wees met het vingertje dat de score niet... Tenminste, dat was de conclusie die ik trok, dat de score niet zou kloppen. Maar daar was geen sprake van. Zo, dat is een eind daarnaast. En die zit er ook niet in. Dus komt Van Barneveld terug voor Nederland. Voor 1 en dubbel 2. Ze maken het zichzelf voorlopig nog niet heel erg makkelijk. Rusland kan die leg daardoor toch houden. Nou, er komt nu een hele omhelzing. En nog even een woordje ook. 85. Rusland zal het voordeel terug moeten pakken door Nederland hier te gaan breken. 100. Maar lukt dat hier niet, dan hebben de Russen daarna nog maar één kans. 60. Nou, een paar trippels. Een paar inderdaad. Ja, de maximale score hebben we nog niet gezien. Wel bijna dus. 60. Elke keer praat Koltsov tegen Oreskin. 100. Oreskin die natuurlijk voor het eerst hier koppelt op de World Cup. Koltsov heeft dat vorig jaar al gedaan. 100. Nou, nu wordt het publiek ook lollig zo langzamerhand. Ja, die zijn in afhankelijkheid natuurlijk voor een groot gedeelte ook op de volgende wedstrijd. Want dan komt Duitsland in actie tegen Australië. Dat kon ook nog wel eens een leuk potje worden. 58. En voor Nederland is het gewoon een kwestie van deze eerste horde overleven. 87. Nederlands requires 78. Triple 8 in dubbel 12. Voor Van Barneveld aan de 4-2. Nee, naar de 7-19 toe. Het zit er ver vandaan. Het gaat allemaal niet heel erg soepel verlopen. Ja, er is geen enkele vorm van ritme natuurlijk ook. Met deze Alexander Oreskin in het kwartet. Die staat op 126. Dus naar beneden. En die begint met een triple 19. Dus die gaat een pijl op een dubbel krijgen als hij in de 19 blijft met zijn tweede pijl. En dan blijft hij. Bullseye over voor Alexander Oreskin en de 3-3. 77. The lines require 40. Thank you.
Van Gerwen, dubbel 10. Van Gerwen, dubbel 10. Het is geen 3-3, maar het is 4-2 voor the Netherlands. Kunnen ze weer een klein beetje opgelucht ademhalen. Met zo makkelijk gaat het allemaal niet. Die Kotsel, ja, die is blijft maar bezig. Hele avond al aan het praten. Maar dat doet hij ook als je hem buiten de darten ziet. Dan gooi je een kwartje in en dan komt voor een knaak uit. Dat was een leuke gast om naar te kijken. We hebben hem al vaker gezien. De expressie zit vooral bij Kotsel en bij Van Gerwen. Al is de expressie van Gerwen er... Kijk, daar gaat hij weer. Vooral eentje van frustratie zo af en toe. We krijgen nu een gezamenlijke meditatiesessie. Oh, er wordt even contact gelegd met de hogere sferen ook. Vervolgens, er gebeurt van alles. Ik ben benieuwd hoe strak het gesprek met Russ Bray gaat. 60. Ja, dat is waar. Ik zie die Oreskin. Die staat hier dan ook nu in zijn eentje weer te mediteren. Deed hij op het WK ook, hè? En dan dacht je op een gegeven moment dat hij helemaal niet meer ging gooien. Hij heeft zijn eigen manier in ieder geval. Ja, de best of order. Russ Bray kan roepen wat hij wil naar het publiek. Maar die vinden dit een heerlijk spelletje. Ik heb ook niet het idee dat Oreskin daar heel erg wakker van ligt, maar ja. Van Barneveld probeert het tempo wat op te voeren, maar... Als je er niet lekker in zit, is het heel moeilijk. Dus moeten ze voorlopig blij zijn met die break en die koesteren, want... Koltsov is eigenlijk de enige die met grote regelmatig heel veel trippels gooit. 60. Russia required 54. 14 en tops voor Oreskin om er 4-3 van te maken. Dat is 1. En dat is 2. Het is 4-3. Kan nog wel tijd voor de Russen. Ja, als ik een tip aan Nederland mag geven, zou ik deze lek maar gewoon pakken. Dat zou ik ook maar doen. Die het niet op 4-4 aan laten komen, lijkt mij. Gewoon één goede lek. Als je hem in 6 beurten uit bent, dan ben je er volgens mij wel. Van harte gaat het allemaal niet. Om een indicatie te geven, het gemiddelde van Nederland, dat echt niet zo slecht finisht, bedraagt 81 op dit moment. Ja, dat zijn pure scorers die niet gaan. Rusland zit er vlak om. Ja, het is denk ik... anderhalf minuut geleden dat Van Gerwen gegooid heeft zijn laatste beurt. Dus het is heel moeilijk. Maar dan komt hij weer. Het is goed gedaan door Van Barneveld. Op het moment dat de Russen de Nederlanders in de nek hijgen. Geeft hij Van Gerwen de kans om het zo dadelijk af te maken vanaf 105.
En dit is niet iets tegen Rusland of zo of voor Nederland, maar ze worden gewoon een beetje balorig van dat langzame tempo van Oreski. Hij loopt weer recht terug Vergerwe af. Dat blijft hij ook toch doen. Vergerwe 105. Nou, de 5 is er alvast af. Tops! Nee, geen tops. Boris Koltsov, als hij dit uitgooit, dan springt hij van het podium af, denk ik. Maar hij gooit het niet uit. Dan zou hij zijn gaan crowdsurfen of zo. Nou, Van Barneveld dan dubbel 10 voor een plek in de tweede ronde. Dubbel 10, Raymond van Barneveld. Ja, precies. Dat is exact het juiste gebaar. Tom een beetje uit de mond van nou, poepoe. Nederland wint van Rusland. 5-3 en gaat dus tweede ronde spelen tegen de Filipijnen.